Wat is het basisinkomen voor ouderen, het BIO, en waarom is dit een goede oplossing voor de ouderen op de arbeidsmarkt? De AOW-leeftijd van 65 jaar is al lange tijd de basis van het Nederlandse pensioenstelsel. Sinds 1 januari 2013 is dit veranderd. De AOW-leeftijd wordt nu in stappen verhoogd tot 67 jaar in 2021. De beleidsmakers vonden deze verhoging nodig omdat ze door vergrijzing een tekort aan personeel vreesden. Helaas heeft deze verhoging slechte gevolgen voor de ouderen op de arbeidsmarkt. Ten eerste moeten ouderen in zware beroepen, en die dat eigenlijk niet langer kunnen, nu langer doorwerken. Ten tweede zijn oudere werknemers in de ogen van hun werkgevers relatief duur. Daarom worden juist veel ouderen die wel kunnen en willen doorwerken, werkloos en vinden ze nauwelijks meer een baan. De positie van ouderen op de arbeidsmarkt raakt zo verzwakt. Dat is niet waar de AOW ooit voor was bedoeld. De AOW diende ter bescherming van de zwakkere ouderen. Is er een betere oplossing dan verhoging van de AOW-leeftijd voor de ouderen in Nederland? Ja, het BIO, een basisinkomen voor ouderen. Dit houdt in dat de Nederlanders die 35 jaar of langer naar vermogen hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en een leeftijd hebben bereikt van 60 jaar, een basisinkomen krijgen van de overheid. Deze mensen krijgen de mogelijkheid om een baan te zoeken, ook met een lage financiële tegenprestatie, zoals vrijwilligerswerk. Rust en vrijheid voor een kwalitatief leven met minder financiële druk. Keuze om te stoppen met werken en arbeidsplaatsen door te geven. Door het BIO wordt de financiële positie van zwakkere ouderen versterkt. Ouderen die een baan zoeken kunnen beter concurreren op de arbeidsmarkt, omdat het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om ze in dienst te nemen. Een deel van het salaris van hun oudere werknemers wordt nu immers door de overheid betaald. Het totale salaris van de oudere werknemers zou zelfs nog iets kunnen stijgen als de werkgever dat zou willen. En de mensen met een zware baan, die kunnen het rustig aan gaan doen. Maar hoe werkt het BIO? En is dit beter dan de AOW? In het basisscenario van het BIO krijgt een alleenstaande 1000 euro per maand en krijgt een samenwonende 650 euro per maand. Dit is ongeveer gelijk ten opzichte van de AOW. Maar de introductie van het BIO is goed voor de maatschappij, omdat ouderen nu kunnen kiezen om te stoppen met werken. Iets wat niet mogelijk is bij de huidige verhoging van de AOW-leeftijd. De overheid en de werkgever betalen samen het salaris van de oudere werknemer. Beiden profiteren er dus ook van als ouderen hun werk behouden. Met de invoering van het BIO kunnen alle uitkeringen op minimumniveau voor ouderen worden afgeschaft. Hierdoor wordt de bureaucratie sterk verminderd. Deze uitgaven zullen we dus besparen. Een standaard inkomen voor ouderen klinkt wel erg mooi. Maar hoe gaat de Nederlandse schatkist dit allemaal betalen? Dat hoeft geen probleem te zijn. Want in het meest gunstige geval levert de BIO de overheid per saldo zelfs geld op. Hoe komt dat? Een rekenvoorbeeld. Als de overheid met het BIO begint, zal ze 13,9 miljard uitgeven. Maar er komt direct 8 miljard euro terug door het afschaffen van overige minimumuitkeringen. We betalen dan nog 5,9 miljard. Als per saldo het percentage ouderen van 60 plus dat werkt even hoog zou worden als het percentage ouderen tussen 50 en 60 jaar dat werkt, en dus veel werkloze 60-plussers een baan vinden, dan zal er 4,1 miljard euro naar de overheid terugkomen, omdat de werkgevers het voordeel van het BIO delen met de overheid. Daarnaast zal de opbrengst van de inkomensbelasting toenemen, omdat veel ouderen door hun werk een hoger inkomen dan alleen het BIO zullen verdienen. Die extra belastinginkomsten schatten we op 6,2 miljard euro per jaar. In dat geval leidt de invoering van het BIO tot een netto voordeel van 4,4 miljard euro. In het meest ongunstigste geval kost het BIO de overheid wel geld, namelijk 3,6 miljard euro per jaar. Voor dat bedrag is dan wel de arbeidsmarktpositie van ouderen verbeterd en worden de ouderen die niet meer kunnen werken beschermd. De uiteindelijke uitkomst zal er ergens tussenin liggen. Dat betekent dat voor de overheid de financiële effecten te verwaarlozen zullen zijn. Kortom, het BIO is een wetgeving gebaseerd op rechtvaardigheid, die de levens van de ouderen tastbaar zal verbeteren.